Goed hè? Naar mij toe. Goed. De uitslag van nummer 1, Altina van Terlune, is een langgelijnde merrie die iets meer voorbeenlengte kan hebben. Voldoende edelhoofd, ook verticaal in de hals. De halslengte zou iets meer kunnen met een goed schouder. In de bovenlijn is hij voldoende, maar zou op een rug toch iets sterker aangesloten kunnen zijn. Voldoende lang kruis. Een merrie met voldoende kwaliteit in het beenwerk, hele goede hoeven. In de stap is deze merrie erg kwetsbaar, mist daarbij soms ook de takt. Zou het voorbeen iets ruimer kunnen wegzetten ook. Merrie draaft met voldoende ruimte, ook met een goed voorbeengebruik. Maar zou iets directer kunnen aantreden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. De mare number 1, Altina van Terlune. We accept her in the studbook with a third premium.
de uitslag van nummer 2, Bente van Brouwersiem. Een langgelijnde merrie met voldoende voorbeenlengte, met een mooie lange lichte hals. Merrie met een sterke bovenlijn, waarbij vooral opvalt dat de lendenen goed aangesloten zijn. Merrie met voldoende kwaliteit in het beenwerk. De voorbeenstand is rechtsvoor wel iets toontredend. De stap is takmatig met voldoende ruimte. Zou in de stap het voorbeen nog wel iets verder weg kunnen zetten. In draf waardeert deze merrie zich op. Draaft met heel veel ruimte, met goede techniek in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The results of number 2, Bente van Brouwersiem. This mare is accepted in the studbook and start today with a second premium. De uitslag van nummer 3, dat is de eerste driejarige veulenboekmerrie in deze categorie. Een hele royale merrie met veel front, ook een goede rasuitstraling. Die voldoende gesloten is in de bovenlijn.
die we in het kruis misschien wel iets minder hellend willen zien, maar een hele ruime en royaal gelijnde merrie. Het beenwerk is van goede kwaliteit met goede hoeven, is wel iets gehoekt in het achterbeen. In de stap is hij takmatig, ruim, treedt goed van achteren aan. In de draf maakt hij een goede houding, draaft ook met veel ruimte en een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd! De results of number 3, Fieke H. We accepted her in the stud book and she becomes star with the first premium. So congratulations to the owners.
De uitslag van nummer 4, Dream Girl van stal Shakira. Een hele jeugdige, langgeleinde merrie met veel uitstraling. Ze iets gerekt. Merrie heeft een hele mooie lengte in het voorbeen. Heeft een lange, lichte hals met een hele fijne, lichte hoofd-halsaansluiting. Merrie is goed gesloten in de bovenlijn. Heeft een goed gevormd kruis met voldoende lengte. In het beenwerk zouden we toch wel iets meer kwaliteit kunnen zien. Het achterbeen is daarbij iets gehoekt en zou iets droger kunnen. In de stap, deze merrie stapt met voldoende takt en ruimte. En de merrie draaft met veel bravoer, ook met een goed achterbeengebruik waarbij de balans, waarbij ze veel balans en souplesse laat zien. Maar vanwege het beenwerk, wat toch iets meer kwaliteit uit moet stralen, maar wel van voldoende kwaliteit is, wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie.
De uitslag van nummer 5, Elina Mare, 3-jarige Veulenboek Mary. Mary met voldoende rasuitstraling, die wel iets edeler in het hoofd komt. Qua bouw is hij iets neerwaarts gebouwd en ook wat driedelig. De bovenlijn is verder voldoende aangesloten. Het kruis heeft voldoende lengte, maar zou iets minder hellend kunnen zijn. Het beenwerk is heel fijn en de gewrichten zijn goed droog. Deze Mary stapt met veel ruimte en ook met veel tact. In draf daarentegen loopt hij iets te veel op de voorhand. Moet iets meer oprichting tonen. Zou ook iets krachtiger in het achterbeen kunnen ondertreden. En hij mist in zijn hele presentatie in draf toch wat de souplesse en het ruggebruik. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The results of number 5. We accept her in the studbook with a third premium.
Het keuringsresultaat van nummer 6, Dint de Pier. Het is een langgelijnde merrie met een voldoende rasuitstraling die wel iets meer behang zou kunnen hebben. Mist ook iets neklengte, wel een voldoende verticale gestelde hals. Met een merrie met een sterke bovenlijn is in het beenwerk voldoende van kwaliteit voor wel iets week gekoot. Merrie stapt met heel veel ruimte in de pas, zou daarbij wel iets meer buiging in de sprong kunnen tonen. Ook in draf maakt ze veel ruimte, heeft daarbij wel voldoende buiging in de sprong. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. De result of number 6, Dint de Pier. We accept this mare in the studbook and declare her star with a second premium.
Hierbij de uitslag van nummer 7, Fibrig M. Een merrie met een goede rasuitstraling. Een langgelijnde merrie met veel lengte in het voorbeen. Merrie die ook harmonieus gebouwd is met een goede bovenlijn. En voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is van goede kwaliteit met goede hoeven. In draf is hij voldoende ruim. Heeft ook een goed aantredend achterbeen. Zou iets meer oprichting kunnen tonen. In de stap komt deze merrie toch wel iets te kort. In stap is hij kort. Zou meer door moeten treden. Maar vanwege zijn goede ras, bouw en draf wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek. En sterverklaard met een tweede premie. The result of number 7. We accept this mare in the studbook Star Second Premium. Het keuringsresultaat van nummer 8. Een merrie die in de bouw iets langgelijnder kan zijn. Die ook toch wel wat voorbeenlengte mist. Heeft een voldoende edel hoofd. Heeft een verticale hals die toch wel iets langer kan zijn. In de bovenlijn kan die iets geslotener zijn, met name over de rug. Het kruis is van voldoende lengte, maar wel iets hellend. In de stap is hij taakmatig met een voldoende lengte ook in de pas. In draf moet hij meer oprichting tonen en een sterker doortredend achterbeen laten zien. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit,
Zou in de hoeven iets groter kunnen. Heeft ook een vrij gehoekt achterbeen. Het totale resultaat voor deze merrie is een stamboekopname zonder premie. The results of number 8. We accept her in the studbook without a premium. Thank you.
De uitslag van nummer 9. Een hele luxe, lang gelijnde merrie met veel rasuitstraling. Ook met een hele mooie voorbeenlengte. Hij is evenredig gebouwd. Hij heeft een goed gesloten bovenlijn met veel lengte ook in het kruis. In het beenwerk heeft hij in de gewrichten voldoende kwaliteit. Het is hard en droog. De bewegingsafloop voor is toch iets Frans. We hebben een bemerking op de stijlgekoodheid in het achterbeen. Dit kun je ook zien in de stap. De stap is kort. Ook in de stap moet hij meer doortreden. Draf is voldoende ruim, maar zou het achterbeen ook meer onder de massa moeten zetten en meer doortreden in het achterbeen. Een merrie met heel veel ras, goede bouw, maar een merrie die nu vanwege de beperktheid in de stap geen ster kan worden en dus vandaag opgenomen wordt in het stamboek met een derde premie. De uitslag van nummer 10, de laatste driejarige Veulenboek-merrie in deze rubriek. Een paard met
voldoende rasuitstraling, met een verticale hals, ook voldoende edel in het hoofd. In de bouw zien we dit paard liever toch iets lang gelijnder. Is hij ook driedelig. Moet ook meer aansluiten in de bovenlijn. Heeft een hoog en hellend kruis. Het beenwerk is in de gewrichten voldoende droog. Heeft iets smalle hoeven. In de bewegingsafloop in stap is hij voor erg Frans. De merrie stapt wel met voldoende ruimte en takt. Ook met een voldoende lichaamsgebruik. In draf moet deze merrie meer oprichting tonen, ook meer ruimte en een sneller aantredend achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 10, we accept this mare in the stadboek without a premium. Rustig. Oh, oh, ah, ah.
Nummer 11 is een 8-jarige stamboekmerrie, hele groot ramige merrie met veel front. Die in zijn hoofd wel qua expressie wel iets edeler kan. Een merrie met een goede schouderpartij. Bovenlijn is voldoende aangesloten. Zou op een lendenen wel iets sterker kunnen zijn. Merrie met een recht kruis met voldoende lengte. Het beenwerk is, de gewrichten zijn van goede kwaliteit. De hoeven zouden wel iets royaler komen. Ook is deze merrie in het achterbeen wat stijl gekoot. Dat zien we ook bij deze merrie terug in de stap. De bewegingsafloop voor is iets toontredend. Dit heeft het cijfer voor het beenwerk ook iets gedrukt. In stap is mist deze merrie ruimte en lichaamsgebruik. In de draf maakt hij wel ruimte in de pas, maar zou het achterbeen iets directer onder de massa kunnen zetten. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. The result of number 11, Maveline van Horp, an 8-year-old mare. Today her result is a third premium. De uitslag van nummer 12, een hele grote merrie met veel oprichting, die een voldoende rasuitstraling heeft, wel iets bruin van kleur, zou ook iets meer behang kunnen hebben, maar heeft wel genoeg verticale hals met een goede bovenlijn, ook veel voorbeenlengte. Het beenwerk is in de gewrichten voldoende droog, het achterbeen is daarbij wel iets gehoekt. De bouw van het sprong kan ook correcter. In de stap mist deze merrie toch wel de takt. Dus regelmatig dat hij taktverlies toont. In draf draaft hij wel met veel ruimte, maar zou daarin ook iets taktvaster kunnen zijn. Deze merrie
krijgt vandaag geen premie vanwege de stap en de draf. The result of number 12, she stays in the startbook without a premium. De uitslagen van nummer 13, Bente, een merrie met heel veel rasuitstraling, een heel edel hoofd, mooie verticale, goed gevormde hals. In de bovenlijn is hij voldoende gesloten, hij heeft ook een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en heel hard in de gewrichten. De hoeven zouden iets royaler kunnen. De stap is kort.
zou meer paslengte kunnen zien, zou ik het voorbeen laten zien, zou ik het voorbeen ruimer kunnen wegzetten. In draf maakt hij wel voldoende ruimte, heeft ook een goede buiging in het achterbeen, waarbij de schenkel wel verticaal onder de massa komt. Vanwege de goede rasuitstraling en de correcte draf wordt deze merrie vandaag ster verklaard met een tweede premie. De uitslag van nummer 14, de 5-jarige stermerrie, is een hele groot ramige merrie die in zijn rasuitdrukking voldoende is. Kan in het hoofd wel iets edeler, is ook in de hoofd-halsaansluiting iets zwaar. Heeft wel een voldoende lengte in de hals met een goede halsrichting. In de bovenlijn is hij sterk. Het kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Beenwerk is hard en droog, heeft een goede kwaliteit, is ook goed correct gesteld met goede royale hoeven. De merrie stapt heel ruim met veel paslengte, zou misschien iets meer buiging in de sprong kunnen tonen, maar heeft wel veel takt in stap en ook een goed lichaamsgebruik. In draf heeft de merrie een hele goede lichaamshouding, brengt de schoft omhoog. Heeft veel kracht in het achterbeen en vanwege de goede stap en de goede draf
krijgt deze merrie vandaag een eerste premie. The result of number 14, 5-year-old Star Mare. She gets a first premium today. De uitslag van nummer 15, 9-jarige Crown Mary. Een hele grootramige, langgelijnde Mary met veel front, waar een goed schouder in ligt. In de bovenlijn ook goed gesloten met veel lengte, ook in het kruis. In het beenwerk heeft hij voldoende kwaliteit. Heeft royale hoeven. De bewegingsafloop is voor correct. Paard wat stapt met heel veel ruimte in de pas, met veel lengte, zet het voorbeen ook ver weg. Zou in het achterbeen misschien iets meer buiging kunnen tonen. In draf komt deze Mary goed op het achterbeen, heeft veel kracht in het achterbeen, ook veel buiging. Deze Mary krijgt vandaag een eerste premie. The results of number 15. 9-year-old Crown Mare, she gets a first premium today. We krijgen nu zometeen drie merries terug. Deze drie merries hebben vanmorgen alle drie een eerste premie verdiend. Nummer 3 komt terug voor eventueel kroonverklaring. Ook nummer 14 en nummer 15 komen zometeen terug.
Hierbij de uitslag van nummer 3, Fieke H. De vader is Epke. Het is een driejarige merrie die in de eerste ronde een eerste premie heeft gehad. En die nu dus terugkomt voor eventueel voorlopige kroonverklaring. Hele royale luxe merrie die verder correct gebouwd is. Ook in het beenwerk correct heeft met goede hoeven en goede kwaliteit in de gewrichten. In stap is hij heel ruim. In draf heeft hij een goede techniek. In het achterbeen zou misschien iets meer oprichting kunnen tonen. Maar wij vinden deze merrie vandaag goed genoeg om voorlopig kroon te verklaren. Hey. Eigenaren gefeliciteerd. The result of number 3. She is coming back for judging for a professional crown declaration. And it's a mare with a good quality, good conformation, with a good walk and a very strong trot. So we make her today a professional crown. De uitslag van nummer 14, Wendela Zet. Een merrie die hier is nu voor de tweede beoordeling. Merrie die twee hele goede gangen laat zien. In stap is hij ruim en toont veel paslengte. Zou misschien iets meer kunnen buigen in de sprong. In draf laat hij veel kracht zien. Is goed op het achterbeen, zou in de totale lichaamshouding iets meer oprichting laten zien. In het ras mist deze merrie toch de luxe rasuitstraling mist wat edelheid in het hoofd. En in de bouw zien we liever dat hij iets meer voorbeenlengte toont. Vanwege deze
toch iets tekortkomingen in ras en bouw, wordt deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. De uitslag van de laatste merrie hier op deze locatie. Een grootramige merrie met heel veel front, ook heel mooi in het front. En veel rasuitstraling, een heel goede schouder ligt erin. De bovenlijn is voldoende aangesloten. In het beenwerk is hij goed. Deze merrie waardeert zich in de beweging heel erg op met een heel ruime stap waarbij het voorbeen ook heel erg ver wordt weggezet en waarbij die toch de goede takt behoudt. Deze merrie draaft met heel veel kracht met een goed achterbeengebruik en oprichting. Vanwege de goede kwaliteit in de bewegingen en ook de voldoende IBOP die hij gereden heeft met 80,5 punt, wordt deze merrie vandaag model verklaard. Eigenaar gefeliciteerd. The result of number 15, it's the last mare on this location. She's 9-year-old. Is a very good racial type, a good conformation. Clean legs, good hoofs. The walk is roomy with a lot of length in the strides. She has a very powerful trot with good bending in the hock. This mare has an IBOP of 80.5 points. So today she becomes model. Owners, congratulations. Dit was de laatste merrie op deze locatie. Ik denk dat we een hele goede keuring hier hebben gehad met over het algemeen een goede kwaliteit paarden die ook op een hele correcte en netjese manier zijn voorgesteld. Met veel rust en ontspanning in de presentatie, dat willen we graag zien. Wij sluiten hierbij deze keuring af en we hopen u vanmiddag terug te zien op de locatie in Henswoude. Bedankt.